Maakt geld gelukkig? Nou, echt, ik kan niet naar een feestje gaan zonder dat ik die vraag krijg. Dat krijg je als je als econoom zegt dat je je met geluk bezighoudt. En ze hopen natuurlijk dat ik het definitieve antwoord heb. Ik heb ook een antwoord. Het antwoord is vervolgens uh, toch wat complexer dan mensen vaak willen horen. Want iedereen heeft eigenlijk een beetje wel de hoop dat geld inderdaad gelukkig maakt. Ja, als we echt naar de data kijken, dan vinden we ook echt wel bewijs dat geld gelukkiger maakt. Hoe weten we dat? Als we kijken naar een land als Nederland in 2019, we kijken naar arme mensen, we kijken naar rijke mensen, dan zien we hele duidelijke verschillen in hoe gelukkig die mensen zijn. Het moet absoluut duidelijk zijn: gemiddeld genomen zijn rijke mensen duidelijk gelukkiger dan arme mensen. Nou ja, een volmondig ja, dus op de vraag of geld nou gelukkig maakt. Het wordt allemaal wat ingewikkelder en subtieler als we ook over de tijd gaan kijken. Rijke landen zoals Nederland gaat heel goed. Echt 50, 60 jaar lang groeit de economie, worden we allemaal rijker. En dan zou je dus ook verwachten dat we allemaal wat gelukkiger zijn geworden. Dat vinden we echter bijna niet terug in de data. We zijn misschien wel een beetje gelukkiger geworden, maar niet zo heel veel. En dat is een paradox, maar die kunnen we ook oplossen zodra we beseffen dat geld en de waarde die we daaraan hechten voor ons geluk ook voor een groot gedeelte relatief is. Het gaat er dan niet om hoeveel ik zelf verdien. Maar hoeveel ik verdien, relatief ten opzichte van andere mensen. Als jij de enige in de straat bent met een dikke BMW, voel je je heel erg gelukkig. Maar als jij een 3-serie rijdt en de rest rijdt een 5- of een 7-serie, voel je je ineens toch weer een stukje armer en ben je ook minder gelukkig. Dus de vraag of geld gelukkig maakt? Ja, het is veel fijner om in een rijk land te wonen en rijk te zijn maar als we allemaal steeds rijker worden, wil dat niet zeggen dat we ook automatisch allemaal steeds gelukkiger worden. En om te kijken hoe veel geluk mensen ontlenen aan hun inkomen, moet je vooral ook kijken naar het inkomen van de buren, vrienden, familie, dat soort mensen, want mensen kijken heel erg relatief naar hun inkomen en niet naar het absolute niveau.